Ik ga een rondje Nederland maken en ik ga kijken hoe rijschoolhouders en lesinstructeurs en ook leerlingen denken over elektrisch rijden. Wat houdt ze tegen? Wat maakt ze enthousiast? En wat is de toekomst van het elektrische lessen? Frank, je hebt een rijschool hier in Winterswijk en je hebt gekozen voor de Ford Mustang. Waarom? Nou ja, wij zochten al een tijdje naar een elektrische auto die een groot bereik had. En wij hebben allemaal Fords, Focus, Mondeo, al 30 jaar. En ja, dat er toevallig in de Ford-familie dan een auto komt waar je heel ver mee kunt rijden, ja, daar werd ik wel heel blij van. Ja, dat is een super auto gewoon. Carla, je bent rijinstructeur bij Frank Massop. Wat dacht jij van dat elektrisch rijden? In het begin dacht ik er helemaal niks van. Ik vond het helemaal niks. Te nieuwigheid. Ik denk dat willen leerlingen niet, wil ik zelf ook helemaal niet. Ik vind niks. Ik hou eigenlijk ben ik een fan van dieselauto's. Oké. En nu? Nee, ik ben om. Echt, ik ben helemaal om. Je ziet mijn gezicht straalt als ik erover praat, want ik vind het geweldig. Waarom? Het is het andere rijden. Je zoeft over de weg. Je hebt aandacht voor de weg, dus de weggebruiker. Het zit comfortabel, het rijdt comfortabel. Je komt eigenlijk uitgerust aan op je bestemming. Ja, waarom is het voor jou als rijschoolhouder een goede auto? Nou, voor zakelijk gezien natuurlijk, omdat die maar heel weinig kost. Wij hebben hier bedrijfsstroom, dus ik betaal maar 4 cent de kilowatt. Dus als ik op en neer naar Ermelo rijd, dan heb ik voor 2 euro heen en weer gereden. Dus ja, dat is wel heel erg lachen natuurlijk. Ja, dus als je een hele dag 400 kilometer rijdt, hoeveel kilowatt gebruik je dan? Nou, ik denk dat we nog niet verder zijn gekomen dan 80 kilowatt. Dus 3,20 euro voor een hele dag rijden, of 3,20 euro? Ja. Uiteindelijk moet het zo zijn als we 5 jaar met deze auto rijden, dat die goedkoper rijdt dan een Focus of een Mondeo op diesel. Ja? Want vanwege onderhoud en vanwege brandstof? Ja, je tankt goedkoop, maar ja, er zitten weinig onderdelen aan, dus er kan ook weinig stuk gaan. Ja. Hey, die range waar iedereen het al door heeft, is dat een probleem? In het begin dacht ik van wel, maar dat is totaal geen probleem. Wat vinden de leerlingen van deze auto? Ja, geweldig. Bijna alleen maar pluspunt. Alleen de eerste keer als ze instappen denken ze wel, boah, wat een grote auto. Maar als ze eenmaal aan het rijden zijn, dan schakelt toch gauw om van, ja, dit is toch wel heel erg mooi. Ja, heel enthousiast. Iedereen rijdt eigenlijk met een lach op zijn gezicht in die auto. En dat vind ik als instructeur vind ik heel mooi om te zien. Dus hoeveel lessen scheelt het ongeveer als mensen gewoon alleen maar, zeg maar automaat rijden in plaats dat ze ook leren met zo'n ouderwets stickding om te gaan? Nou, ik denk dat het met gemak 10 rijlessen scheelt. Nou, mijn eerste kennismaking met de Ford Mustang. Wat een geweldige auto. Dit is echt gewoon een fantastische concurrent, eindelijk eens een keer voor een Tesla. En als je hierin kan lessen, nou dan ben je gewoon echt helemaal kampioen. Dan loop je al gewoon in die auto te stralen. Je bent van autorijschool Lima uit Amsterdam. Je rijdt hier in een Model 3 elektrisch. Waarom ben je elektrisch gaan lessen? Als rijschoolhouder rij je ongeveer zo'n 50.000, 60.000 kilometer per jaar. Zeker hier in Amsterdam, waar je eigenlijk constant in de stad rijdt. We wilden eigenlijk een auto die uitstootvrij is. Ja. Nou, daarom hebben we voor een elektrische auto gekozen. Hoe bevalt het? Heel erg goed. Het is een heerlijke auto. Het rijdt heel erg soepel. Dus je wordt niet meer de hele tijd om elkaar heen geschud, zoals in een handgeschakelde auto met nieuwe leerlingen. Nancy, jij rijdt elektrisch. Ja, hoe bevalt het je dat elektrisch rijden? Nou, de auto bevalt prima. Je hebt geen vieze uitlaat. De auto stinkt niet. Je hebt geen last van al die vibraties. Het is gewoon heel rustig. Heel organisch eigenlijk. Ook de lagere brandstofkosten. Scheelt dat veel dan? Ongeveer, ik denk dat het ongeveer 2/3 van de ten opzichte van de diesel is. Ik denk dat we zeker zo'n €200 aan brandstofkosten besparen, zeg maar. Per maand. Word je nou ook voorbereid voor het examen, dat je dan antwoord moet kunnen geven op de motor? Dat je moet weten waar de olieverversing zit of zo? Kijk, het rare is wel, van je doet een theorie-examen. Dat gaat vooral over de plofauto, zoals jij dat noemt. Ja. En dat is helemaal niet gericht op 2021, op de nieuwe auto's, op het elektrisch rijden. En dat is wel jammer. Als er nog iets is wat de regering zou kunnen doen, of het CBR, heb je dan nog een wens? De code op het rijbewijs, de automaatcode op het rijbewijs. Ik zou misschien nog normaal gewoon voor automaat en misschien nog een extra, voor mensen die echt handgeschakeld willen gaan, nog een extra
module er bovenop als fiets. En ik denk, ja, weet je, het is leven nu in 2021. Is het een beetje de toekomst waar je nu in rijdt in plaats van, van die plofauto? Dat denk ik wel. Het is toch niet meer van deze tijd om de lucht te vervuilen. Dit is de eerste. Wat is de plannen voor de toekomst? We willen eigenlijk volgend jaar naar een tweede gaan. En dan willen we eigenlijk de handgeschakelde auto helemaal gaan afbouwen. Ja. Je hebt dus nu ook kennis gemaakt met elektrisch rijden. Als je nou later een nieuwe auto moet kopen, zou je dan geneigd zijn om zo'n ding te nemen? Of denk je van, nou nee, ik wil toch een lekkere diesel? Als het wat betaalbaarder is en ik ook wat subsidie kan krijgen van de gemeente Amsterdam, ga ik er zeker voor.